Je zou zeggen dat er oneindig veel redenen bestaan voor ongelukkig zijn, maar dit is niet helemaal waar. Wat nou als ik je zou vertellen dat er maar één oorzaak is van alle pijn, lijden en ongelukkig zijn? In deze video ga ik je vertellen wat deze oorzaak is en ik geef je 5 stappen hoe je al je ongelukkige gevoelens kan overwinnen. Ze hebben mijn auto eruit ingeslagen. Ah, wat maakt het uit? Moest toch een nieuwe autoradio. 6000 nieuwe sterfgevallen. Hele land in lockdown. Dat hoort weer mijn favoriete serie kijken. CJIB. 700 euro boete. En mijn rijbewijs kwijt. Ja, het is toch mooi weer. Je lijkt op de fiets naar het werk, ja toch? Hé, hey, schatje, alles goed? Ja, ik was even aan het bedenken wat ik voor je ga koken, weet je toch? Je hoeft niet meer. Je gaat van me scheiden. Oh, maar schatje, wat jou gelukt maakt, maar mij gelukt, weet je toch? Ja, zeg maar waar ik moet tekenen. Hey mensen, mijn naam is Mike Aronji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Vanaf het moment dat we op aarde komen, starten we met een reis om onszelf te definiëren als persoon. We kijken naar de wereld om ons heen en we zoeken naar voorbeelden hoe we ons moeten gedragen en wat de dingen zijn die ons gelukkig of ongelukkig maken. In dit proces bouwen we de persoonlijkheid op die we ik noemen en we hechten ons aan alles wat bij deze persoonlijkheid hoort. Dit zijn dingen als relaties, status, carrière, materiële zaken en andere dingen die we zien als onderdeel van ons als persoon. Het zijn niet alleen fysieke dingen waar we ons aan hechten, maar ook onze gedachten, ideeën en geloofsovertuigingen die zien we als onderdelen van de persoon die we zijn. Het hechten aan deze dingen is normaal. Het is iets wat ons ego doet om te kunnen bestaan. Maar het veroorzaakt vaak veel lijden wanneer dingen van ons af worden genomen of wanneer iets niet gaat zoals we dat willen. Wanneer dit gebeurt, ontstaan er gevoelens van nervositeit, verveling, angst, boosheid, jaloezie, hopeloosheid, verdriet, trots en ijdelheid. En dit ervaren we als ongelukkig zijn. Gehecht zijn is niet verkeerd, maar het is wel een probleem als we ons geluk laten afhangen van deze dingen. De bron van geluk is niet iets wat je in deze buitenwereld zal vinden. De bron van geluk zit namelijk in jezelf. En de beste manier om hier te komen is om jezelf te onthechten van alles waarmee je jezelf definieert als persoon. Jezelf onthechten betekent niet dat je afscheid neemt van de dingen in je leven of dat je gevoelloos wordt. Het betekent dat je jezelf niet meer vastklampt aan uitkomsten en verwachtingen. Onthechten is afstand nemen, loslaten en accepteren wat is. In deze video geef ik je 5 stappen hoe je jezelf onthecht, zodat je een eind kan maken aan je ongelukkige gevoelens en weer het geluk in jezelf terug kan vinden. Nummer 1. Observeer je gedachten. De enige manier om jezelf los te maken van de dingen die je ongelukkig maken, is door bewust te worden van hetgeen wat je ongelukkig maakt. Stel je voelt je ongelukkig op je werk, omdat dingen niet gaan zoals je wilt. Misschien verwacht je een promotie en wordt iemand anders gekozen voor deze functie. De normale reactie zou zijn om te reageren en daarna emoties te ervaren zoals boosheid, jaloezie, verdriet of hopeloosheid. Je kunt je voorstellen dat dit alleen maar energie kost en dat maakt je een ongelukkig mens. Observeer je gedachten door ernaar te kijken alsof je een toeschouwer bent van een toneelstuk. Reageer niet op de gedachten of de emoties en oordeel ook niet over ze. Observeer alleen maar. Door bewustwording kun je erachter komen waar je aan gehecht bent en hoe sterk je eraan gehecht bent. Wees ook bewust van de emotionele lading die deze hechting veroorzaakt en alle gevoelens en gedachten die erdoor worden getriggerd. Het bewust worden van deze hechtingspatronen is de eerste stap van het loslaten. Nummer 2. Je bent al compleet. Realiseer je dat niets van je kan worden afgenomen, omdat het in de eerste instantie nooit van jou was. Of het nou een relatie is met een andere persoon, je auto, je baan of je spaargeld, wanneer je ditgene verliest of wanneer het bedreigd raakt om te verliezen, dan voelt het alsof je een deel van jezelf verliest en dit creëert emotionele pijn. Realiseer je dat deze pijn veroorzaakt wordt door het ego dat gehecht is aan bepaalde dingen in je leven. In realiteit bestaat er geen verlies. Er is alleen maar de situatie hoe het is en jij bent nog steeds in essentie de persoon die je bent. Wanneer het ego sterk gehecht raakt aan iets, dan ontstaat er een constante angst om datgene kwijt te raken. Het realiseren dat niets jouw bezit is en dat jij in essentie al compleet bent,
zal je helpen om dingen los te laten. Nummer 3. Accepteer onzekerheid. Wanneer je ergens aan gehecht bent, dan wil je graag de zekerheid dat je dit niet kwijt zult raken. En veel mensen proberen deze zekerheid te krijgen door zichzelf vast te klampen en controle te houden. Dit zal alleen maar zorgen voor weerstand en negatieve emoties. Je hebt geen enkele garantie dat je iets niet verliest. Sterker nog, het vastklampen vergroot alleen maar de kans voor het verliezen van iets. En het geeft meer emotionele pijn wanneer je het verliest. Het leven is onzeker en je hebt nergens controle over, behalve je eigen houding. Wanneer je deze onzekerheid kunt omarmen, dan kun je beter dingen loslaten en onthechten. Nummer 4. Meditatie. Meditatie is een manier om jezelf los te koppelen van je ego of van je gedachten. In veel spirituele tradities zou mediteren uiteindelijk voor verlichting zorgen. En dit betekent de dood van het ego. En dat is het einde van al het lijden. Maak je niet druk. Om je lijden te verminderen hoef je niet meteen je ego te doden en de rest van je leven ergens in de bergen te gaan zitten mediteren. Maar dagelijks mediteren zorgt ervoor dat je steeds beter wordt in het creëren van afstand tussen je ego en de essentie van wie je echt bent. Na verloop van tijd zul je meer rust ervaren en minder gehecht zijn. Externe factoren zullen steeds minder invloed hebben op jouw geluksniveau. Nummer 5. Accepteer terugval. Wanneer je het proces van loslaten of onthechten aangaat, dan zul je merken dat het ego niet makkelijk dingen loslaat. Loslaten is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is iets waar je steeds beter in wordt naarmate je het vaker beoefent. Blijf oefenen met bewustzijn, zelfreflectie, mindfulness, meditatie en andere technieken zodat je beter wordt in loslaten of onthechten. En geef jezelf niet op je kop als je bepaalde gedachten of gewoontes blijft herhalen. Accepteer terugvallen en vergeef het jezelf. Dat waren dan 5 stappen hoe je kunt loslaten of onthechten en alle ongelukkige gevoelens in je leven kan overwinnen. Ik heb jarenlang onderzocht wat de geheime technieken zijn achter loslaten, op zoek naar de magische formule die ik mezelf en anderen kon leren om alle emotionele pijn te stoppen. Maar die geheime techniek die bestaat niet. Loslaten is het meest simpele wat er is. Gewoon loslaten. Ik weet het, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je door een bepaalde situatie pijn ervaart, gewoon loslaten en de pijn stopt vanzelf. Loslaten is in het begin niet makkelijk, maar als je het eenmaal doorhebt, dan zie je in dat het echt zo simpel is als gewoon loslaten. Loslaten is een vaardigheid die groeit hoe vaker je het gebruikt. En als je echt af wil van je lijden, zul je dagelijks moeten oefenen om los te laten. Vond je deze video leuk of behulpzaam? Geef hem dan een like. Wat er dan gebeurt is dat YouTube deze video vaker laat zien aan mensen die geholpen zijn met deze informatie. Vind je onderwerpen als deze interessant? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.